Welkom bij een nieuwe aflevering van Indie Spotlight. Naast mij zit wederom de meest onafhankelijke vrouw van Nederland, Soraya. En Soraya, deze week heb je weer wat meegenomen. Ik heb iets prachtigs meegenomen. We gaan helemaal terug naar de roots. De roots van Indie. Nou, wat zijn de roots van Indie dan? Oké, misschien niet de roots, maar wat mensen vooral denken inderdaad. Oké, het is kleurrijk, het is schattig, het is een platformer. Oké, dus in principe gewoon... Basic. Basic bitch. Basic, dat je denkt van, oh, 2018, weet je waar ik zin in heb? Om iets te spelen wat ook uit 95 had kunnen komen. Nou ja, zo ongeveer. Ja, dat zijn Indies toch? Nee, maar het is wel een prachtig iets. Het is ja. The Adventure Pals. The Adventure Pals. Nou, vertel, waar gaat het over? Waar gaan we heen? Oké, dus even het verhaal is, jij bent een poppetje. En het is een enorm schattig poppetje. Sowieso, als je nu de gameplaybeeld ziet, aanbid even de schattigheid. De schattigheid van dit poppetje. Ja, maar van alles ook. Maar goed, je bent dus een poppetje en op een gegeven moment wordt jouw opa, jij bent jarig en jouw opa wordt op jouw verjaardag ontvoerd. Oké. Maar niet zomaar ontvoerd, hij wordt veranderd in een hotdog en dan ontvoerd. Oké, dus het is in de eerste vijf minuten dat je al denkt, hè? Gelijk, ja. Okay. Nou ja, dat is goed, dan weet je gelijk waar je naartoe bent. Daarom, en alle opa's en oma's zijn dus meegenomen in hotdogs veranderd. En die vind je dus door het hele level heen. En jij gaat natuurlijk op zoek naar je opa. Maar natuurlijk gaat het niet heel makkelijk, want je moet eerst robijnen ergens vandaan halen. En tegen beesten vechten en uiteindelijk vind je opa. Spoiler, maar dat is dus het hele idee. Ja, oké, maar dat is het in principe, het is een best wel basic verhaal, een beetje à la Mario. Iemand wordt ontvoerd en je moet er doorheen. Oké, je stampt de dood. Het is heel basic à la Mario, inderdaad. Nou ja, ik bedoel, Mario wordt altijd Prinses Peach ontvoerd en dan ga jij erachteraan. Ja, maar hier is wel door het level heen, dus er zitten ook hotdogjes. Die moet je eerst even een paar keer slaan en dan als je hebt verslagen, dan verandert hij weer terug in de opa die het was. Oh, zijn opa's ontvoerd. Opa's, ja, jouw eigen opa. Dat is zeg maar het verhaal dat je achter je eigen opa aangaat. Super veel opa's en hotdogs veranderd. Ja, je vindt alleen maar hotdogs. Oh, dat is wel vet. Het is super schattig. Maar eerst slijden ze eerst een opa en oma in elkaar en dan pas zie je, oh hey, dit is een opa of oma. Oké, dus het is al helemaal fucking trippy. Dat je denkt, ik ben hotdogs aan het slaan, want dat zijn bejaarden. Zijn het ook oma's? Ja, zijn ook oma's. Opa's en oma's. Ja, maar eerst dacht ik dat ze dood gingen, want als je dan een hotdog in elkaar had geslagen, dan zweeft ze zo omhoog. Toen dacht ik, oh, dit is wel een beetje cru. Oh, is dat dan een soort van het zieltje wat dan... Net zo leek het, maar dat was het niet. Volgens mij in ieder geval... Ik heb maar gewoon in mijn hoofd gezegd, je bent ze aan het redden in plaats, je bent ze aan het doodmaken. Ja, nee, dat is ook voor jezelf, anders dan... Ja. Dat is ook fijn. Maar je hoeft het gelukkig niet alleen te doen, want je hebt natuurlijk ook je pals. Als in The Adventure Pals. Ja. Je begint sowieso met de giraf. Ik wil niet te veel Adventure Pals noemen, want ze zijn... Goud. Je begint met een giraf die zit in je rugtas, want hey, het is een giraf, waarom niet? Logisch. En als je springt, en weet je, als je dan nog een beetje wil zweven, wat doet je giraf dan? Die gooit zijn tong uit zijn bek en die helikoptert die. Oh, vet. Weet je, à la zoals Rayman dat komt met zijn kuifjes. There you go. Dat doet dan de giraf met zijn tong. Wat vet. Het is, en dat heeft dus, elk pijl heeft dat, waardoor je echt elke keer dat ik denk, oké, wat voor bizars kan jij? Hoe kan jij me helpen? Maar vooral... Hoe bizar ziet het eruit? Ja, want het is best wel creatief. Dat je denkt, als je bij een giraf, dan denk je, oké, misschien kan ik zijn nek opklimmen om hogere plekjes te bereiken. Helemaal niet, nee hoor. Gewoon puur random, gooit zijn tong uit zijn bek en gaat litten. Ja, vet. Dit is wel een beetje hysterisch. Maar qua gameplay wel basic, maar hoe het eruit ziet, heerlijk hysterisch. Ja, dus dat is natuurlijk wat heel veel indies wel doen. Ze hebben vaak een lager budget, dus dan is het qua gameplay, houden ze het basic. Maar ze zoeken hele creatieve manieren om met weinig heel veel te kunnen doen. Ja. Ah, dat doet deze game dan best wel goed, denk ik. Hij doet het prachtig. En wat ik vooral ook heel tof vind, is dat ze op eigenlijk alle platforms kan je deze game spelen. Het is niet alleen maar op PC uitgebracht. Oké, we moeten even ergens. Ja. Overal. En dat is wel bijzonder. Het is heel tof. En vooral voor Nintendo Switch speelt het gewoon heel lekker. Sowieso Nintendo Switch en platforms natuurlijk geniaal. En dat ook nog zo kleurrijk. Ja. Want dit is natuurlijk ook wel zo'n game die je dan graag on the road zou willen spelen. Wat dan gewoon met de Switch. Ja. Oké, nou dat is sowieso heel tof. Dus net even een stukje spelen, dat kan ook heel makkelijk. Hij slaat tussendoor vanzelf op. Ja, en dan precies. Ga je gewoon weer even verder als je de trein maar die, over moet stappen. Die pijls waar je het over hebt. Je hebt het al gehad dan over zo'n giraf die je dan aan het begin hebt. Is dat dan vast per level welke je hebt? Of kun je levels bewijzen van opnieuw spelen met een andere pijl waardoor je replayability krijgt? Nee, dat is dan inderdaad. Ja, dat is een beetje jammer. Dat is niet waar. Maar dat is... Wat je wel weet je, af en toe krijgt, is door een pijl die even langskomt. Die moet je bijvoorbeeld verder helpen. Dus er is ook bijvoorbeeld eentje die vliegt natuurlijk op een duif. Want waarom niet? Het is gewoon een normaal poppetje. En die is op zoek naar zijn bruid. Logisch. Ja, en dat je denkt, kom maar. Oeh. Is het daarover nagedacht? Nee, niet helemaal. Want zijn bruid is dus gewoon een varkentje.
En hij is een mens. En hij is een mens, ja. Alles kan 2018. Zeker gewoon daar in die game. Alles kan. Heerlijk. Maar het is ook wel weer, weet je, dat hij even met je meevliegt, dat helpt je dan wel weer. Want hij slaat af en toe ook even mensen. Maar je hebt ook een steentje dat gaat even met je mee, maar het zit daar wel per level al vast. Ja, dus dat is gewoon lineair. Oké, okay, ja. Nou ja, goed, dat is dan gewoon een keuze die ze hebben gemaakt. Maar goed, het verhaal wat jij zegt, dus ja, in principe is er gewoon een opzetje aan het begin. Mm-hmm. En dan, waardoor je dus die eigenlijk verklaart waarom er hotdogjes in de wereld lopen en jouw einddoel, namelijk je opa vinden. Hoe werkt dat tussendoor? Want de meeste platformers, ja, het is natuurlijk best wel moeilijk om in een 2D spectrum goed een, tussendoor ook een verhaal te vertellen. Zoals een, weet ik veel, in de God of War die er aankomt dat doet. In een prachtige wereld waar je verschillende personages tegenkomt. Hoe pakken ze dat aan? Nou, sowieso in de wereld zelf vind je natuurlijk ook bad guys en ook eindbazen. Die zijn net zo hysterisch als de rest. Mm-hmm. Dus daar moet je dan de hele tijd tegen vechten. Je vindt natuurlijk die holdokjes. Maar het verhaal blijft echt wel heel erg hetzelfde. Het is wel, je krijgt heel veel sidequests tussendoor. Dus inderdaad in een level dat iemand zijn actie aangaat op zoek naar zijn bruidje. Dat zie je heel veel. Oké, dat is dan, moet ik zo zien, voor me zien. Het zijn wel gewoon levels. Ja, het is inderdaad levels. Sommige levels zijn iets groter dan de andere. Sommige bestaan bijvoorbeeld uit 4 wereldjes, 4 leveltjes. En dat wordt dan wel bovenbij gehouden. Oké. Okay, dus algemeen telkens dus één wereld. Dus er zit een soort van open world-achtige, hele basale versie van in een level, zeg maar. Nou, daarbuiten zelfs nog. Het grappig dat je dat dan weer zegt. Want, weet je, Mario had je natuurlijk vroeger dat je gewoon omhoog drukt en dan liep Mario die en dan was jij het volgende level. Ja. In dit geval is het eigenlijk helemaal open. Je hebt wel gewoon je plat grondje en dan moet je zo naar leveltjes lopen. Dat is ook wel eens schattig gedaan. Maar je zit wel vast aan de fixed levels. Oké. En dan is echt, je moet dit level eerst af hebben en dan ga je naar de volgende. De volgende kan bijvoorbeeld iets groter zijn, omdat dat in het verhaal wat beter past. Bijvoorbeeld als je dan 3 diamanten moet hebben, dan is elk level zit een diamantje in. Juist. En dat volgt dan op elkaar. Oké, nee, hartstikke logisch. Niks is logisch hier. Ja, het is logisch fijn. In de game, denk ik. Maar wat ik me dan ook altijd afvraag bij dit soort spelletjes, wat je vaak ziet, is dat het dan heel schattig is aangekleed. Mm. Maar kan je dit ook spelen als je 5 bent? Nee, doe maar niet. Ja, vind ik altijd lastig hoor. Want je hebt natuurlijk bijvoorbeeld Super Meat Boy, is op het eerste oog best wel schattig. Maar dat moet je niet spelen als je klein bent, dat is super moeilijk. Dat sowieso. En er zit gewoon best wel veel geweld in. Maar is het in deze game dat het ook echt schattig blijft? Of is het ook wel echt een dark side voor een beetje... Nee. Voor de Dark Souls mensen. Ja, voor de wat volwassenere gamer. Nee, je moet inderdaad wel echt houden van een schattige platform. Het is ook wel te spelen als je een stuk jonger bent inderdaad. Want hoewel het wel lastig wordt op een gegeven moment, is het niet inderdaad dat je, het is schattig, maar het gaat om hoe vaak je wel niet doodgaat. Dat zie je absoluut niet. Dus het is ook qua moeilijkheidsgraad te spelen op jongeren. Het is inderdaad niet zo'n Celeste of Ori in the Blind Forest. Nee, dat je bij gaat houden hoe vaak je toch niet dood bent gegaan. Nee, dat is hier dus echt heel basic. Okay. Die platformer die iedereen kan spelen. En ook qua setting en qua verhaal is niet op een gegeven moment dat, want je hebt nu over hotdogjes slaan die in opaatjes veranderen. Is dat dan ook allemaal heel schattig gedaan of zit daar ook wel een beetje een gewelddadige dark kant aan? Nee, ze ontploffen niet of zo. Ze hebben geen bloed overal. Nee, ik wou zeggen. Je verslaat ze gewoon. Ze zijn gewoon af. Oh, ze zijn gewoon af. Dus het is zo best kindvriendelijk ook. Het is super kindvriendelijk, ja. Maar wel op een manier, ik start het dus op dat ik dacht, dit gebeurt alles in mijn hoofd. Als in zo hysterisch en kleurrijk dat ik dacht, dit ben ik. Dus je moet wel van, als je inderdaad denkt, ik ben Dark Souls. Als je houdt wat van rustige, grauwere spelletjes, dan kom je hier niet te trekken. Ja, dat zou ik echt niet doen. Nee. Oké. Dus to sum up, het is eigenlijk een vrij basale platformer wat betreft het spelen. Maar het is voornamelijk, denk ik dan, die hysterische aankleding waar jij het over hebt, waar je hem voor zou moeten kopen eigenlijk. Ja, het is gewoon een basic bitch verkleed als drag. Dat is, vind ik wel mooi. Nou, hoeveel slijm op de kop? Voor 15 euro. 15 euro, ja, valt 15 euro, 10 uurtjes ongeveer. 10 uurtjes kan je spelen, nou dat is netjes. Dat is 50 euro. Dat is prima, en gewoon door de hele aankleding, dat je denkt, dan wil ik best nog een keertje. Ja, oké. Dus en kan je het ook met meerdere mensen spelen trouwens? Ja, het is inderdaad local co-op ook nog. Oké, dat is altijd wel leuk. Het is wel leuk, maar dat is niet dat je denkt, dat ga ik nu standaard doen. Want juist omdat het al zo hysterisch is, heeft dat het niet nodig. Nee, oké, maar goed, ik zie wel voor me dat je dan op de bank gaat zitten. S'avonds laat met je matties en dan gewoon even met je matties. Ja hoor, kut roepen, bier drinken, pizza eten. Oh kom, we gaan Adventure Pals spelen. Nou ja, ik weet niet, ik speel ook wel eens gewoon met mijn huisgenoten. Gewoon bijvoorbeeld Mario of zo, weet je. Dat is ook super hysterisch. En dan is dit denk ik nog wel dat in het kwadraat. Absoluut. Nou, nog één keer dan je tagline, wat zei je nou? Dus The Adventure Pals is eigenlijk gewoon een basic bitch verkleed als drag. Een basic bitch verkleed als drag. Mm. Ik vind het mooi. Die drag. Nee, gewoon je tagline, gewoon hoe je het opzond. Dankjewel. Tot volgende week.